Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultreks, de enige echte. Nou, hoe was het dagje Duinruil? Hoe is het dagje Duinruil afgelopen? Ja, het was een leuke dag. Het was ontzettend warm. Maar ja, daar was die dan weer, hè. De splash natuurlijk. De splash, de ideale manier om bij een ontzettende warme dag even lekker af te koelen. Verbaasde me ook wel dat het ontzettend duur was in Duinruil. Ik wist niet dat het zo duur was meer in Duinruil. Ik dacht altijd dat de Efteling altijd duur was en zo. Maar Duinruil die weet ook al aardig de prijzen. In ieder geval is Duinruil weer geweest en we gaan binnenkort weer naar een ander uitje. En ja, ik kan het gewoon wel zeggen, want als het goed is, dan ga ik ook nog even live op YouTube als ik er ben. Maar we gaan weer binnenkort heel snel naar de Efteling. Ja, naar de Efteling. We gaan met ik ga in ieder geval met Kevin, met Joost en Ramon gaan mee. Ja, ik heb er ontzettend veel zin weer in. Jullie weten het, ik al de hele tijd terug had ik zoiets van, nou ja, ik denk eigenlijk om, denk er eigenlijk over na om mee te stoppen. En dat heb nog wel een beetje bepaalde dingen waardoor dat komt dat ik wil stoppen. Maar aan de andere kant, ja, de laatste keer dat ik in Efteling was, toen ging ik eigenlijk de poort uit en toen dacht ik bij mijn eigen, ja, het is ook toch wel weer een ontzettende leuke dag geweest. Ik heb me weer prima vermaakt. En waarom zou je haters, want het zijn haters zijn het. Waarom zou je haters een podium geven? Waarom zou je voor haters wegblijven? Dat moet je nooit doen. Dus daarom dus. We gaan gewoon door in ieder geval. Ja, jullie horen het. Ik heb ook tegenwoordig haters. Heb ik tegenwoordig. Ja, iedereen op YouTube komt er wel eens mee in aanraking. Haters, mensen die die haten. Mensen die vervelende comments posten. Vervelende dingen bij je doen. Vervelende dingen bij je flikken. Ik heb altijd zoiets van, jongens, bepaalde personen zijn het. En die haten jou. En toch zoeken ze elke keer weer contact op. Elke keer doen ze wel weer iets waarbij je naam valt. Of plaatsen ze berichten. Of sturen ze een privéberichtje naar je toe. En denk bij mijn eigen van, joh, waarom doe je dat eigenlijk? Als je maar haat, pleur lekker op. Rechtsboven zit er een klein dingetje, een blokje, en daar zit een ster op. Druk op die ster en dan is het probleem opgelost. Dan als je op die ster drukt, of op dat kruisje drukt, dus een kruisje is het, als je daarop drukt, dan gaat de pagina weg en dan zie je mij niet meer. Nou, ideaal. Heel makkelijk is dat. Volg mij ook niet op YouTube meer. Druk gewoon even op dat knopje ontvolgen. Normaal zeg ik dat niet heel graag natuurlijk, want ik wil natuurlijk heel veel abonnees wil ik hebben. En ik wil heel veel abonnees houden. Maar zulke gasten die tegen mij zijn, druk op het knopje ontvolgen en je hebt geen last meer van me. Blokkeer me desnoods, weet ik voor wat. Lekker rustig, heb ik geen last meer voor jullie. En probleem opgelost. Hoef je eigenlijk ook niet te ergeren aan mij, aan mijn stem of aan weet ik voor allemaal waar je eigenlijk maar aan kan ergeren. Daar hoef je eigenlijk niet meer aan te ergeren. Dus doe dat gewoon. Maar ga niet elke keer toch weer proberen contact met mij op te nemen. Want toch op de een of andere manier, ze haten me. Maar aan de andere kant hebben ze ook zoiets van, goh,
ik kan toch niet zonder Marco, want ze proberen toch elke keer proberen ze weer contact met me op te nemen. En ja, waar ik het aan verdiend heb, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, ik plaats normaal nooit echt gekke dingen of zo, of op YouTube of zo, of ik maak geen mensen belachelijk op YouTube. Dat laat ik al ja, dat laat ik naar een andere kanaal en laat ik dat over. Dus ja, ik weet eigenlijk ook niet waar ik het aan verdiend heb. Maar joh, als je zo'n hekel aan me hebt, waarom volg je me dan nog? Waarom kijk je dan mijn video's? Gooi me er lekker uit en dan ben je lekker van me af. En ben ik ook lekker van je af. En hoef ik niet elke keer maar echt te irriteren eraan. Dus ja, rot lekker op. Pleur lekker op. Laat me lekker met rust. Ja, je hebt er altijd toch wel weer van die hatertjes bij, hè. Dat is altijd, op elk platform kom je tegen het ongedierte. En ja, op YouTube heb je ook heel veel ongedierte. Ik kan wel namen noemen, maar ik ben niet zo. Ik ga geen namen noemen. Helemaal nergens voor nodig. Ik ben tenminste een vredelievend kanaal. Ik ga in ieder geval niet mensen zwart maken zoals hun doen. Ik ga mijn eigen niet verlagen aan hun zielige niveautje. Dus ja, dat wou ik eigenlijk ook nog eventjes kwijt eigenlijk. Ik wou er eigenlijk een aparte video over maken, maar nou ineens ja, komt het er ineens uit eigenlijk een beetje. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee met dat zielige gedoe van mensen. Dat ze zo zielig zijn. Jeetje, grow up, hoe oud ben je? Doe eens volwassen. Ja, erg triest. Echt trieste mensen zijn dat. Echt heel triest. Maar goed, zulke mensen heb je er helaas ook bij. Op elk platform heb je wel ongedierte. En ja, op YouTube heb je ook heel veel ongedierte zitten. Ja, en ja. Moet je daarvoor wegblijven? Nee, eigenlijk niet. Waarom zou je daarvoor wegblijven? We gaan gewoon door. En wij zijn niet zo. Dus ik ga er ook gelijk mee stoppen. Want dit is een positief kanaal. Ik wil alleen maar positiviteit op mijn kanaal hebben. En dat is dus dat we binnenkort naar de Efteling gaan. En ja, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Mijn telefoon die gaat rood gloeiend. Ik krijg allemaal berichten. Ik zit tegenwoordig ook weer heel erg veel op Instagram. Zit ik ook alweer. Dus ja, wil je me nog volgen? Volg mij even op mijn Instagram. Adres krijg je hieronder te zien ergens. En dan kun je mij volgen op Instagram. En ja, in ieder geval moet ik even. Ik zit gelijk even na te denken. Want ja, als het goed is, ga ik. Ja, ik zit een beetje met de berichten. Ik denk dat ik die Efteling vlog nog eventjes uitstel tot van de week. Want om een Efteling vlog in première te laten gaan in het weekend is meestal een probleem. 1. Er zijn heel weinig mensen. En ten tweede, ja, heb ik eigenlijk ook nooit tijd in het weekend. Ik heb eigenlijk nooit tijd in het weekend. Ik heb het altijd druk in het weekend. En om nou weer 4 dagen geen video te posten, vind ik ook weer zoiets. Dus ik ga nog wel even kijken hoe ik dat op ga lossen. In ieder geval binnenkort dus een Efteling vlog op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie allemaal kijken. Lijkt me hartstikke leuk. Ik ga hem neerleggen aan deze kant. Ik heb nog 1 dingetje. En dat is dat ik misschien binnenkort een keer een tramvlog ga opnemen. Dat weet ik nog niet zeker. Ik moet nog even kijken. Ik heb een trambestuurster leren kennen via Instagram. En ja, ik moet even kijken of dat dan nog een keer. Misschien doe ik dat een keer met Nick. Jullie weten Nick van de GTA livestreams. Lijkt me misschien wel leuk om eens een keer met Nick en ja, met haar een keer een video op te nemen. In de tram, een tramvlog. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik wil toch ook wel weer wat meer gaan doen met het openbaar vervoer op mijn kanaal. Ik vind het altijd ook wel leuk om een paar openbaar vervoer video's te maken. Nou, mijn batterij is bijna leeg, dus ik ga hem neerleggen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Positiviteit, doe de duimpje de lucht in. Heb je geen haat tegen mij, abonneer op mijn kanaal. En ik spreek jullie allemaal groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.